Okay. Tante Gerrie's brandwonden. We weten nooit met Tante Gerrie erover had. Nee, maar wel eens toen gingen we bij oma nagellakken. Toen liet jij je hand zien. Toen zei ik, mag ik ook de andere hand doen? Toen zei je, nee, dat kan niet. Beetje eng vond je het toen. Ja, maar ik hou ook niet zo van horror en zo. Nee, echt, ik ben daar niet van. Dus mijn handjes zijn horror? Nee. Oké. Ze hebben gewoon niets ergs meegemaakt. Ah. Laten we het daarop houden. Ik dacht dat we brownies gingen maken. Ook. Oh ja. Emmé, mijn nichtje. Puur en eerlijk. Over 4 jaar is zij net zo oud als ik was toen de brand uitbrak in Café Het Hemeltje. Die nacht is alweer 20 jaar geleden. Ik herinner me vooral nog de chaos en paniek op de dijk. 200 jongeren raken die nacht zwaar gewond in Volendam. 14 leeftijdsgenootjes overleven de nieuwjaarsbrand niet. Die nacht verandert mijn leven. Het was ineens een vlam en alle lichten gingen uit. En het was iedereen in paniek. Rennen en duwen. En op een gegeven moment lag ik onderop. En ik wist niet meer waar ik heen moest. Het was echt chaos, onvoorstelbaar. En er was ook een jongetje die zat midden in de vlammen. Die wist ook niet meer waar hij heen moest. En ik weet niet of het overleefd heeft. Van een 15-jarige puber zonder zorgen word ik ineens een brandwondenslachtoffer. Toch weet ik niet alles meer. En in die 20 jaar ben ik nooit op zoek gegaan naar die missende puzzelstukjes. Hier werden we dus mensen naar binnen gebracht. En hoe zag het eruit? Niet binnen gebracht, die kwamen er gewoon in. Er was geen begeleiding of zo. Die kwamen daar aanlopen. Een heel massief, in mijn gedachten, een heel massief blok slachtoffers. Met zwart aan, in klaren weg. Toen heb ik meteen de deur opgegooid. Ik zei, kom hier maar in. Want het was snijend koud ook, regen, rot weer. En toen binnen no time, toen zat het hier helemaal van ver naar achter beneden. Kekertje achter de bar, op de bar, op de tafeltjes. Ja. De slachtoffers van de brand worden in meerdere cafés op de dijk opgevangen. Ik beland in Café de Molen. Hoe ik daar terecht ben gekomen, weet ik niet meer. Ik kom nu wekelijks in een café, voor een biertje en een praatje. Maar ik heb nooit aan Kees durven vragen hoe die nacht voor hem was. Denk je er nog veel over na? Over wat hier gebeurd is? Het is nu gewoon in mijn dagelijks leven is het geen issue meer. Hoor. Maar soms komt het gewoon weer ter sprake. En dan praten we erover. En dan. Soms ben je verdrietig. Maar het is niet anders. Het gaat niet meer weg. Nee. Ik voel mee met Kees en begrijp dat het moeilijk is om over die nacht te praten. Hij heeft zoveel gezien. En mijn vrouw, die was aan het werk in de dijk. Ja. En daar was het precies hetzelfde. Oh, ja. Ook een gigantische bende. Schrauwende mensen, op lest eentje voor de deur. Iedereen wou ringen eruit. Waar is die? Waar is die? Ja, ouders gingen natuurlijk zoeken naar de kinderen. Ja, alle gaan in paniek. Volledig begrijpelijk natuurlijk. Maar op een gegeven moment staat iemand van die dokters. Jongens, deur dicht nou. Eentje voor de deur. Wie zoek je? En dan... Gerrie Smit! Ja. Is die? Nee, niet hier. Nee, je ging deurlopen, want het was niet meer te doen. Ja. Er zat een maasje op dat tafeltje. Op dat tafeltje. Op bij Aatje. Die kon niet meer praten. Die dan ook niet gillen of niks. Die was van een hele ernstig verhaal. Ik denk dat, dat kan ik ook bijna niet zeggen. Maar die zal. Ik denk niet dat hij het red heeft, zeg maar. Nee. En toen op een gegeven moment was het hier dan, weet je... Ja, zeg je dan. Liep het leeg? Liep het een beetje leeg. En toen was we hier dus nou met personeel in de dijk. Alle lammen geslagen natuurlijk. Van wat? Met die zijn naam. Nou, toen zaten we zo te kijken. Ik zei, nou ja jongens, want de dag na is
Nieuwjaarsdag. Ja. Normaal gesproken de dag van het jaar. Ik zei, nou ja, trek de vloer maar even een beetje aan. En dan gaan we even bij elkaar zitten aan tafeltjes. Dan nemen we even een potje. En dan zien we morgen, wel. Ja. Dan gaan we morgen wel opruimen. Ik ben bang dat we alle tijd hebben. Maar... Ja. Ja, dat was ook zo. En toen kwam er een hulpverlener in. Van slachtofferhulp. Al die nacht al? Ja, die kwam. Ik vind, het zat in de AMVO, geloof ik. Hij zei, jullie moeten allemaal even naar de AMVO gaan. Daar zit slachtofferhulp. Okay. En jullie zijn ook slachtoffer, vergeet dat niet. Maar dat hebben we niet gedaan. We zeiden, dat komt wel. Nee, waarom? Komt van de week wel. Ja, we waren gewoon helemaal leeg allemaal. We zaten aan de tafel. Dus we hebben nou geen zin om nou eens even diepzinnige gesprekken te houden. Dus we hebben een wijntje gedronken en toen zijn we naar huis gegaan. Ja. Toen begon het circus, zeg maar. Ja. Nou, wat lusten we? Zeg het eens. Nou, zullen we half avocado en half gewoon doen? Ja, lekker. Alsjeblieft. Nou, proost. Inderdaad. En dan zie je in de winter. Waarom? We binnen nu in Foe. En ik heb er best wel goede herinneringen aan Foe. Met betrekking tot mijn broer. Die was hier altijd met zijn vrienden. Als hij dan naar gitaarles was geweest, dan gingen ze na afloop hier een ijsje halen. Dus dat is eigenlijk wel een mooie herinnering. Peter. Hij was mijn klasgenoot. Hij was de grapjas van de klas. We zaten allebei op gitaarles, waar hij natuurlijk veel beter in was. Maar Peter was ook in het hemeltje. Toen ik na 3 weken bijkwam in het ziekenhuis, was hij er niet meer. Ik dacht altijd dat hij er minder erg aan toe was dan ik. Maar ik heb nooit aan zijn familie durven vragen hoe hij precies is overleden. Hij heeft gewoon heel veel pech gehad eigenlijk. En dat heb je in een crisis, met een ramp. Ja. Dan gaat alles mis. En het ging elke dag ging het een beetje beter met hem. En we hadden ook elke keer steeds meer hoop. Ja. En toen die dag, op de dag van de operatie, toen... was het een voorspoedige operatie op zich, want ze hadden ingepland voor een aantal minuten dat ze huid van zijn been afhaalden en dat ze daar zijn wonden mee bedekten. Alleen ja, ze hadden nog zoveel tijd over, want hij had meer tweede graads brandwonden dan derde graads brandwonden. En toen zeiden ze van ja, we hebben nu tijd over, wat doen we, weet je wel? Dus zeggen we van nou, de operatie is nu klaar en we laten hem nog even slapen. Of maken we die minuten vol? En gaan we nog zijn andere brandwonden behandelen. En toen hebben ze er toch voor besloten om hem om te draaien. Alleen hij was gigantisch door het vocht dat hij toegediend kreeg. Dat het omdraaien van hem, dat is hem fataal geworden. Ja, dat kon zijn hart niet aan. Ja. En dat is gewoon pech op pech op pech op pech. Esther wist niet dat haar broertje ook in het hemeltje was. Waar ik nu trouwens pas achter kom, is dat Esther daar zelf ook was. Het enige wat ik dacht is zuurstof, zuurstof, zuurstof. Dus ik ben over de mensen heen naar het raam gegaan. En ik heb het raam was ingeslagen, maar er zaten nog wel... Boven het hemeltje? Ja, er zaten nog wel allemaal... De tralies voor? Nee, stukken scherven. Oh ja. Dus ik ben, maar de tralies waren nog gloeiend heet. Dus ik heb met mijn hand heb ik de tralies, zeg maar, romein kapot geslagen. Zodat de ruimte waar de zuurstof doorheen kon, groter werd. Ik heb mijn hoofd er doorheen gedaan. Ik denk, ik kan ademhalen. Ik dacht, ik ga niet meer weg. Ik heb adem. Weet je, ik kan ademhalen en dit is mijn plekje. En hier blijf ik. Ik ga echt nergens meer heen. Ik kan nu eindelijk weer ademhalen. En de persoon die op de bordes was geklommen,
En mijn held, zeg maar, die zegt, nou Esther, je moet die kant op, want daar zijn de tralies weg en daar kun je door het raam heen. Nee, zeg ik, ik blijf hier staan. Ik ga hier niet meer weg. En hij heeft echt een hele tijd op me ingeschropen van, weet je wat, ik ga een stapje opzij. Ga jij een stapje opzij, gaan we naar het volgende raam, kun je daar weer ademhalen. Weer naar het volgende raam, totdat ik bij het laatste raam was. En wat hoorde je achter je? Hoorde je nog iets? Of? Ik denk dat ik dat wel erg verdrongen heb. Ja. Want het was niet stil. Nee. Het was eigenlijk niet stil. Ja, je hoort ook mensen om hulp roepen, je hoort ook mensen huilen. En je hoort ook stilte in... Je hoort het allebei, maar je bent alleen maar bezig met, ik heb lucht nodig. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg, ja. Ik moet ademhalen. Ja. Ja, en daar heb ik wel heel veel moeite mee gehad van, waarom heb ik die anderen niet kunnen helpen? Nee. Ja. Ietsje strakker, even kijken wat je doet. Na de nieuwjaarsbrand in Volendam lag ik 3 weken in kunstmatige coma. Ik had heel veel rook ingeademd en 3e graads brandwonden over mijn hele lichaam. Met verpleegster Eline had ik een enorme klik. Toch verloor ik haar uit het oog toen ik weer naar huis mocht. Ik heb jaren geprobeerd contact met haar te zoeken. En zij heeft zich altijd afgevraagd hoe het met mij zou zijn. 10 jaar later, toen ik op tv kwam, vond zij mij. Mensen hebben eigenlijk geen idee van wat wij hebben meegemaakt. Maar ook bijvoorbeeld mijn beste vriendin heeft daar ook een grote rol in dit verhaal. Ik werd door een paar mensen getipt dat er een televisieuitzending zou zijn met Rob Campus van de Reunie. En dat het ging over de klas van Volendam. Of ja, weet je, mensen wisten het ook niet precies. Ik denk, nou, voor hetzelfde geld is het jouw klas. En als het jouw klas niet is, is het vast een klas van iemand anders die we ondertussen ook wel kennen. Dus ik wilde die uitzending zien en dan zit je s'avonds thuis te kijken en toen was jij het. En toen... Dat was echt een kippenvel moment in mijn leven. Dat jij daar zat en dat ik jou zag met haar en een prachtige kop en een waanzinnig mooie vrouw. En toen was het meteen weer goed, ja. Eline was IC-verpleegkundige, maar had nog nooit met brandwondenslachtoffers te maken gehad. Ik was 's avonds met mijn beste vriendin aan het stappen in Utrecht. En ik had wel al een mobiel. En ik werd steeds gebeld door het ziekenhuis op mijn mobieltje. Maar dan denk je, ja, ik hoef er niet te werken, hè? Dus ik neem niet op. En toen werd mijn beste vriendin, die ook IC-verpleegkundige is, werd ook steeds gebeld. En dacht, nou, misschien dat we toch maar eens de telefoon op moeten gaan nemen. En dat was mijn leidinggevende en die vroeg of ik naar het ziekenhuis kon komen. En ik zei, nou nee, ik heb gedronken. Toen zei ze, nou als je binnenkomt ben je in één klap nuchter, dus kom maar. Dus dat is eigenlijk waar het begon. Toen zijn we een verdeling gaan maken, wie neemt wie. En ik koos jou. Waarom was dat? Ja, ik weet het niet. Ik heb van het begin af aan, toen ik nog niet eens je naam wist, bij wijze van spreken, zag ik jou in bed met je blonde piekjes met zwarte zooi ertussen. En het klinkt heel stom, maar het is dan net of je even jezelf aankijkt als 15-jarig meisje. En ik was ook maar 30. Ik dacht, nou, dit kan niet waar zijn. Ik wil gewoon alles wat ik heb en alles wat ik begrijp en aan informatie kan vinden over hoe ga je verzorgen iemand met brandwonden. Ja, wilde ik jou zo goed als ik kon helpen. Ja. Na 2 maanden mocht ik weer naar huis. En eenmaal thuis werd ik verzorgd door mijn oudere zus Carolien. Het was voor het hele gezin een rottijd. Want ik dacht dat ik thuis weer mijn normale leven kon oppakken. Viel dat even vies tegen? Nou ja, jij kwam dus thuis. Dus graadmager.
Met een kaalgeschoren hoofd. Met een gaas hieromheen. Met allemaal dus gazen met open wondjes. En nou ja, ma die had dus de opdracht gekregen om dat elke ochtend te verzorgen. En ja, dat vond jij niet zo leuk. Nee. Nee. Kun je vertellen hoe dat was voor jou? Want ik heb een... Nou ja, ik ging natuurlijk ook gewoon naar de universiteit toe. En dan was dat soms dat ma wel erg verdrietig. Zo van, ik ben er klaar mee. Of ik kan dit niet meer aan. En dat jij dan boos op je kamer zat. Ja, jij werd ook wel boos op mij dan. Van nou stoppen of iets. Ik weet niks niet. Was goed, Geer. Echt niks. Nee. En daar had je wel begrip voor. En je kon me niet slaan. Dat was wel een mazzel. Want we hebben toch wel eens elkaar flink te pakken hadden. Ook de veer. Ja, wij was er wel van af en toe fysiek harentrekker. Ja. Gelukkig kunnen we er nu om lachen. Want ik vond die tijd echt verschrikkelijk. Ik wilde geen slachtoffer zijn. Ik heb eigenlijk nog steeds een beetje een hekel aan dat woord. Slachtoffer. Maar hoe was dat voor mijn zus? Hoe voelde zij zich toen? Ja, iedereen op Volendam had ermee te maken. Dus je kon er ook niet over praten. Want als jij zat, mijn zusje eet het ook. Dan zat hij, mijn broertje of mijn nichtje, die is zo erg, die gaat dat. Dus je kon er niks over zeggen. Iedereen had ellende. Hè? De buren was er veel erger dan jou. Wij hadden nog mazzel met jou. Hoe jij erbij was. Het was verschrikkelijk erg. Maar het viel op zich nog mee wat we in de buurt hadden. Het erge gek is, ik heb het ook op de universiteit niet verteld. Ik ging ook gewoon dat jij slachtoffer of dat ik iemand had. Ik ben gewoon naar de universiteit gegaan en een beetje in de anoniem. Gewoon, ik doe gewoon mijn ding. Ik volg de colleges, doe de praktijklessen. En als ze het niet aan me vragen, ga ik het ook niet vertellen. Ik had er ook geen zin in. Dus jij stopte het eigenlijk ook weg, net wat ik eigenlijk dan het huiste jaar. Want ik, ja, moest ik zielig vonden worden dan? Ik was niet zielig, jij was er zielig. Oh, grappig, het is toch precies hetzelfde met mij nou. Hoe duidelijk kan het zijn? We lijken echt heel erg op elkaar. We willen door met ons leven, maar dat was vlak na de brand moeilijk. Want er was zoveel verdriet. Een week nadat het gebeurd was binnen de brandmensen geweest, toen hebben we naar gezet. Iedereen die hier geweest is, die hier op is, kom even donderdagavond naar de dijk. Ja. Dan gaan we gewoon even praten. En ik dacht, nou ja, dan komen er een man of 10 aan, wat was dat? Maar toen zat de dijk eilig haarnaam vol. Echt? Ja. Jeetje. En toen kwamen we natuurlijk niet aan praten toe. Dat was in de grote Demmekereen, Renella, Skraven. Toen was er ook eentje van slachtofferhullen bij. Maar die zei, ja, dit is te massaal, dit schiet niet op. Kom maar alle gelangs. En ik hoop dat ze dat al gedaan hebben, want het is natuurlijk wel goed. Ja. En jij dat dan nog? Nou, ik ben later voelde ik me echt niet goed. Na een paar maanden. Ik dacht, ja, dit klopt niet hoe ik me nou voel. Zo ben ik niet. Dus toen ben ik eens naar een therapeut geweest, die Purmerend. 12, 3 keer. Dacht ik, nou ja, dat geloof ik ook wel. Dat kan ik zelf ook wel bedenken, dit. En nou was je natuurlijk samen, hè? Jij was hier en je vrouw was daar. Ja, daar ben ik wel erg verschrikkelijk blij om. Dat ze het zelf dat het hier zien. Ook was. Ja. Want tegen wie had je dat anders moeten zeggen, alle hard. Ja. We wisten precies alle 2 waar we het over hadden. Daar ben ik alle 2 erg dankbaar voor dat we het alle 2 zien hebben. Ja. En hebben jullie het daar nog vaker over? Ja, het komt nog wel eens ter sprake, ja. Ja. Het komt nog wel eens ter sprake. Wij hadden zelf, denk ik, hiernaast het idee van dit moet allemaal binnen een jaar, moet het allemaal opgelost wezen en beroeven wezen. Dat had ik het gevoel van, dat is mijn doelstelling. Geer is over een jaar weer hetzelfde. Dat ze was. En ben ik weer hetzelfde? Ja, dat weet je niet.
Want je was een puber, dus ja. Ik weet niet hoe jij je ontwikkelt. Jij in alle fasen werd ik hem meemaakt van in de bar en gezellig met vriendinnen. En jij overslagen. Ja. Dus ik weet niet hoe jij oor zou wezen. Nou, als ik daar nu aan terugdenk, denk ik dat we een soortgelijke ervaring hebben gehad met de hulpverlening die er ook voor ons werd opgestart. Ik denk dat ze ook bij ons niet gewend waren dat wij hulp nodig hadden. Dus er is ergens een psycholoog of weet ik veel wat uit de kast getrokken en die heeft in de koffiekamer een kringgesprek met ons gehouden over, nou, hoe is het nou voor jullie? Nou, dan begint de een te huilen en die zegt, ik heb hier nooit om gevraagd. Ik ben IC-verpleegkundige, maar dit had ik nooit willen zien. Ja, maar het is nou eenmaal zo. Ja, nou ja, dan, dat geeft geen opening tot gesprek om aan elkaar toe te geven. Dat je het misschien wel heel erg moeilijk vond. En wat ik aan mezelf herken, als ik het heel moeilijk vind, is dat ik me er zelf in vast. Dus ik heb me gewoon op jou gefocust en de rest interesseerde me niet meer. Ja. Nee. Dus je was tevens mijn hulpverlener. Ja, ja, dat is dan het enige wat je kan bedenken. Zo van, nou ja, als ik dan maar goed voor de zorg. En ja, hopen dat het goed komt. Ja. Tijd heelt alle wonden, maar sommige wonden hebben meer tijd nodig. Iedereen verwerkt de pijn en het verdriet op zijn eigen manier. Daar is geen handboek voor. Tata! 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 Oh mijn god! Mijn vriendin Rosa. We kennen elkaar al sinds we peuters waren. Ze speelt een belangrijke rol in mijn leven. Vooral het jaar na de brand. Toen ik haar vertelde dat ik met mijn zoektocht bezig was, dook ze de zolder op. Dit ben ik. Ja. Jezus. Ik heb deze foto's nog nooit zien. Nee. Hè? Maar deze is dus... Dit is in het gat. Dit is jouw eerst uit. Dit is FVV dat... Voordat we weggaan. Ja. Yeah. Ik denk dat het... Ik denk echt een uur voor de brand is. Van onze vriendengroep heeft Roos het meeste geluk gehad. Zij ging naar haar vriendje in een ander café. Net op tijd. Want vlak daarna brak de brand uit. Oh, gewoon naar mooi ongeschonden bovenarmpjes. Oeh. Dit is wel heftig hoor. Die komt volgens mij net uit het ziekenhuis vandaan. Ja, dit is echt net. Dit is bij mijn moeder in huis. Drukpak aan. Yeah. Nog erg kort haar. Jeetje. Maar ik weet nog, want ik kijk ook zo lekker blij. Want ik weet nog dat ik tegen mijn moeder zei, moeten we nou weer op de foto? Want ik was nou, anti-foto. Ik heb ook bijna geen foto's van die periode. Nice. Eerder nog maar. Ja, dit is natuurlijk Peter. Jeetje, ja. Peter die overleden is. Ik heb het nooit zien. Ja, maar ja, toen nog jij nog... toen was jij nog niet eens bij, denk ik. Ja. Maar dit was het voor een kaartje? Dit kreeg je na de mis. Dan kreeg je dit kaartje nog dan achter in de kerk. En dat had je dan ter nagedachtenis helemaal. Ja, want ik toch vind ik het wel bijzonder dat we nou hier zo staan. En jij laat hem naar dingen zien. En dat is ook de reden dat ik hier ben. Van, waarom hebben we dit niet uitgedaan? Dat blijf ik gewoon gek vinden. Ja, maar er zit toch een bepaalde... er zit geen taboe op, maar... dit is alweer 2002. Ja, maar deze foto's nou, ken ik. Nou, maar dat bedoel ik. Dit, jij natuurlijk een jaar lang had, dat je mocht ook niet lachen. Want, snap je? Alles was verdriet. Alles was ellende. Mm-hmm. En alles waar, zeg maar, plezier op was, dat, ja, ik weet niet. Het is raar dat ik deze foto's nu pas zie. Roos en ik hebben het nooit over de brand, terwijl we al 30 jaar vriendinnen zijn. Zelf ben ik er eigenlijk ook nooit over begonnen. Nou, jij natuurlijk wel echt een bepaalde periode had... in de Norse Gerie... Ik ben geen slachtoffer. Ik wil het er niet over, hè.
In de brand is dom, in de brand is dom. In, ik ken alles haar. Die periode, ja. Die jij ook had. Dus dan dacht je al snel, laat maar zitten. En dan was je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis geweest. En dan zei je dat niet. Dus dan kwam Janine weer met wat aan. En dan zei ik, ben je opereerd? Ja, ik moest even opereerd worden. Want dat hoefde dan ook, dat hoefde allemaal geen belangstelling. Dat was allemaal niet zo nodig. Ja, ik wilde geen slachtoffer wezen. Nee, dat dus. Ja. Weet je? Maar is dat de reden dat je er nooit over begon of zo? Is dat... Nou, misschien niet bewust, maar... Ja. Weet je, het verhaal van hoe jij die nacht hebben beleefd... Ja, dat weet ik wel. En dat daar, ja... Waarom moet je dat nou allemaal boven water halen? Ja. Ik heb het dan liever over leuke dingen. Ja. Met jou. Ja, ja. Als we het over vroeger hè, dan praat je niet over de brand. Dan praten we alleen over of net voor de brand, ja. Wat we toen al gedaan, of na de brand, dat je weer weet konden, zeg maar. Ik zit bij Roos achter op de scooter. Vandaag gaan we weer voor het eerst naar school. Ik snap echt niet dat je zo graag naar school wilt. Ja, zeg ik, maar thuis is het brandwonden dit en brandwonden dat. Hier kan ik mijn normale leven weer oppakken. 10 jaar geleden schreef ik het boek Nieuwe Handen. Het is mijn verhaal over de nieuwjaarsbrand in Volendam. Ik krijg er vaak vragen over en vertel daardoor veel over de brand. Maar eigenlijk heb ik zelf nooit de vragen gesteld. Waarom niet? Heb je er eigenlijk nu nog steeds last van? Ja, last ervan. Ik ben nu langer verbrand dan dat ik het niet was, zeg ik wel eens. Dus ik weet niet meer beter. Maar ja, weet je, ik heb wel last met kou, maar dat hebben jullie ook. Meneer Braakman, hoe is het met u? Goed. Ja? Ja, nog steeds goed. En jij ziet er ook goed uit. Nou, dat is fijn. Ja, ja. Oh, ik zie nu pas de namen bij die ramen. Ja. Peter? Ja, alle leerlingennamen staan erin, maar ook de andere namen, omdat het één geheel was. Maar we hebben het wel klein gehouden, want dit is niet het officiële gedachtenismonument. Dit is eigenlijk voor scholen. Maar het was natuurlijk zo'n verbondenheid, dus we hebben alle namen er klein onder laten graveren. Wordt de brand ook hier op school nog herdacht? Nee, ik heb tot vorig jaar, heb ik hier altijd nog wel op 1 januari of zo gauw we begonnen... Witte rozen gezet. Dat hebben we dus bijna 20 jaar gedaan met een kaars. Maar ja, dit is een nieuwe generatie. En dat is ook goed ook. Maar voor ons die er nog wel van weten, nou ja, heeft wel een veel betekenis natuurlijk. Als ik aan de hele klas heb verteld hoe het met me gaat en de docent eindelijk met zijn les wil beginnen, komt meneer Braakman, de conrector, de klas binnen. Hoi Geri, wat goed dat je er weer bent. Hij geeft me een hand. Wil je even met me meelopen? Ik wil je gewoon even laten weten dat je altijd bij mij kunt aankloppen als er problemen zijn. Ja, dat weet ik, zeg ik. En ik sta op. En daarnaast zijn we bezig met een slachtofferklas. Een wat? Nee toch? Ze willen ons toch niet in een hokje stoppen? En ik zie het al voor me. Al die verbrande handen en gezichten in één lokaal. Dat mogen ze niet doen. Ik wil daar niet bij horen. Ik ben geen slachtoffer. Dit is wel mijn gang, eigenlijk, waar ik heel veel gezworven heb. Ja. Omdat ik toch wel vaak de klas uit werd gestuurd. Oh ja. Nee, dat is ook zo. Dit is wel je gang. Ja, want ja, wat voor leerling was ik? Nou, ik denk dat je dat zelf heel goed weet. Meester Braakman. Wat heb ik zijn leven zuur gemaakt. Toen ik terugkwam op school werd er van alles voor ons georganiseerd. Maar ik had al snel genoeg van die speciale behandeling. Ik wilde niet in slachtoffergymklasjes. Ik wilde weer Geri zijn. Ja, in die tijd zwierven er natuurlijk best wel veel rond. Ja. Dat kon ook. Of dat mocht ook. Het was natuurlijk heel lastig wat wel en niet goed was op dat moment. Docenten werden natuurlijk ook totaal overvallen door de ramp. Ze hadden geen idee wie er gewond was geraakt en in welk ziekenhuis ze lagen. Ik was net afdelingsleider geworden, bovenbouw HAVO Atheneum. En ik wist en ik voelde... Het hemeltje, daar zitten de leerlingen van bovenbouw HAVO Atheneum. Dus als daar iets gebeurd is, dan weet ik zeker dat het mijn leerlingen zijn. Kijk, je had nog niet die media als nu, dus die ligt slecht, die is misschien al overleden. Dus er was iets van een hele onwerkelijke
situatie. En toen op een gegeven moment kwamen er hulpverleners. Dus die school raakte in turbulentie. En intussen moesten we nadenken van, wat gaan we de eerste dag doen? Hoe gaan we het oppakken? Het was dus heel veel improviseren en proberen het zo goed mogelijk te doen in een situatie die wij nooit van ons leven hadden kunnen bedenken. Toen werd overlegd, die school moet open. Ja, en toen gebeurde er van alles. Niet alleen die leerlingen kwamen allemaal binnen, maar ook andere leerlingen, want het was de opvangplek. Die aula zat vol. De eerste dag was het heel stil, alleen maar stil. En heel langzaam was er, ik weet nog dat een leerling zei, mogen we kaarten? De volgende dag mogen we kaarten. Praten jullie op school er nog veel over? Elke docent die afscheid neemt, omdat hij met pensioen gaat, noemt het spontaan. In de afscheidsspeech van elke docent wordt altijd gezegd, het meest indrukwekkende deel van de loopbaan was de ramp. Dat heeft natuurlijk een enorme impact gemaakt. We praten er onderling niet vaak over. Nee. Een dood enkele keer komt het, bijvoorbeeld nu in de aanloop van de herdenking, zullen we wel, zullen we niet. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere docenten in, dus net zo goed als een hele generatie nieuwe leerlingen is, is er ook een hele grote generatie nieuwe docenten. Nee, we praten er niet heel veel over. Vind je het nou ook prettig om hier nou een keer weer met mij hoeft te hebben? Nou, wel. Weet je, dit gesprek, ik kan niet zo goed slapen vannacht, om dan toch hier weer even over te hebben. Ja, maar ik wil het wel graag, omdat ik bepaalde vragen nooit heb gesteld van, hoe was het nou voor jou? Ja, maar dat is toch voor jou, zal dit onderwerp altijd veel gevoeliger en heftiger wezen als voor mij. Want jij en nog steeds iedere dag te maken met de gevolgen van die brand. Ja, maar ik weet natuurlijk niet meer beter. Dat zeg ik ook. Jawel, maar het is wel zo. Ja. Jij gaat bij jou geen één dag voorbij dat je er niet mee geconfronteerd wordt. Ja, dat is waar. En voor mij, tuurlijk, ik ben je daarvan bewust, maar ik, voor mij is iedere dag weer gewoon, ik hoef daar niet meer iedere dag bij stil te staan. Ja. En dat doe je ook niet, want je bent na 20 jaar verder. Ik noem maar bijvoorbeeld Mariska, was natuurlijk met Fred. Ik ga nou niet eens even als ik hem tegenkom, hoe is het nou eigenlijk met je? Ja. Want dat is niet. Nou, dat doe je en niet. Dat is wel een taboe hier. Hoe is het nou met je? Ja, dat doe je niet. Hoe is het nou echt met je? Ja, dat. Ja, goed. Ja, maar hoe is het nou echt? Dat. Ja. Nee, dat doe je niet. Ja. Ja, weten jullie wat hier gebeurd is? Ja, zoveel jaar geleden is hier brand geweest met Oud en Nieuw, rond Oud en Nieuw. Hè? Ja. Is een feestverlichting aan het plafond of zo is in brand gevlogen. Was toen dan niet geïmpregneerd of zo nee, allemaal. Hè? Ik weet alleen dat er ooit een pand, een café volgens mij, oud café, dat was helemaal afgebrand. Er waren heel veel mensen voor brand geraakt. Toen is hij ook, volgens mij ook al heel wat overleden, maar voor de rest... Wilt u dat ik eigenlijk u of jij zeg? Ja, dat is een mooie. Ja. Nou, weet je, aan de ene kant, ik ben heel informeel, dus het is heel snel jij en jou. Maar voor dit gesprek is denk ik jij prima. Waar was jij, weet je toch, op het moment dat het gebeurde? Ik werkte bij de politie toen. En dan ben je meteen aan. En weet je meteen van, oh, maar dit is zo immens. Dit gaat zoveel impact hebben op individuen, op de mensen zelf. Maar ook alle mensen die daar in professionele zin aan het werk zijn. Dat zijn dingen die staan op het netvlies gegrift en die... Dat raak je nooit meer kwijt. Dus ik weet dat ik daar mee bezig was. Boven op de dijk zit nog steeds natuurlijk dat hemeltje. Nog helemaal intact.
Nu mogen we het bezoeken. Ja. Gebeurt dat veel? Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Ook door mensen die er al eerder waren geweest. Of mensen die er nog niet waren geweest. Of nu met een broer of zus er naartoe gaan. Een familielid of nieuwe of partner. En het is wel, denk ik, de kunst om het te kijken of we het een plek kunnen geven in de totale geschiedenis van het dorp, zonder dat het een toeristische attractie wordt. Het is oud en nieuw 2001. Ik ga naar het hemeltje om vrienden gelukkig nieuwjaar te wensen. Het is feest en super druk. En zoals elk jaar is het plafond versierd met dennetakken. Er worden sterretjes uitgedeeld. En dan gaat het mis. De versiering aan het plafond vliegt in brand. Een steekvlam raast over ons heen. 200 jongeren raken zwaar gewond. 14 van ons kunnen het niet meer navertellen. In het hemeltje heeft de tijd stilgestaan. De deur is al die tijd op slot geweest. Pas nu mogen Volendammers die dat willen weer naar binnen. De klapdeurtjes hangen er ook nog. De klapdeurtjes binnen nog wel. Jezus. Nou, ik vind het nog erg hetzelfde hoor. Zelfs de spiegels en de dingen staan er eigenlijk. Het er op de spiegel staat. Ja. Gekke. Hier is tippen. Ja, dat was de dansvloer. Ja. Wow. Mijn hart, die gaat echt eigenlijk. Dat geloof ik. En ik ben er al geweest daar en de foto's staan online, maar toch. Ja, maar dit is gewoon wel weer even. Ja. Het is toch wel algemeen met jou. Ik weet alleen nog dat ik hier. Hier ben ik stagneerd, ben ik gaan praten en toen zag ik niet meer zitten. En toen heb ik jullie allemaal even. Ik ga aan, hè. Mm-hmm. Antikt en iedereen stond met elkaar en iedereen, want je kon er toch geen maat verder komen. Nee, met het best vandaag wel een tijdje duurt. Voordat je die dat kant we hier. Want ik ben dus eigenlijk deellopen. En dan nog mensen heb ik natuurlijk gelukkig nu jij wenst. Weet je. Al je vriendinnen was hier. Ja. Wij lagen allemaal in het ziekenhuis. Ja. En al die begrafenissen, zei Aline dan. Ja. Ja. Want ja, hoe was dat? Ik ken dat eigenlijk, ja. Ik vind het nog steeds moeilijk om te vragen. Want, ja. Ja, het was wel. Dat. Ja, met name dat ik bij Toos in het ziekenhuis was geweest. En op een gegeven moment mocht ik dan naar jou. En toen dacht ik al bij mij. Waarom? Hoe ken ik nou dat ik helemaal niks? Ik heb het niet, weet je. Ik ging weg. En dat stukje, ja, of het nou een schuldgevoel is, weet ik niet. Of ik het zo moet noemen. Maar ja, ik voelde me af en toe daar gewoon best wel naar onder. Dat ik dat niet had. Dat jullie dit hadden, zeg maar. Ja, dus hoe gek dat ook klinkt. Ja, dus maar je voelde je schuldig dat je dat hier je niet ja, was. Dat, ja, terwijl ik hier wel met jullie was. Weet je, wij gingen hier met z'n zessen naartoe en ik was die in de stwet of niks had, zeg maar. Ik merk gewoon dat elke keer als ik hier langs loop, krijg ik het koud. Ik weet niet. Ik heb zoiets van, oké, ik wil hier eigenlijk. Want hier gebeurde het. Ja. Hier werd gefeestvierd en hup. En ik stond hier. Ja, ik krijg wel. Ja. Terwijl we vroeger altijd hier, of vroeger, even kort ervoor, hè, die kermis. Zaten we hier aan die tafel. Ja. Ja. Voel jij jezelf een slachtoffer? Nee, totaal niet. Maar je was er wel. Ja, en jij bent toen op een gegeven moment naar een
via dat anker had je gewoon een soort slachtofferlijst. Ja, ik weet niet hoe ik het als noemen moet. En ik stond daarop, want ik ben hier weer betrokken geweest. Ik ben ook even opvangen en of je niks hadden en bla bla bla. En erg veel van het school was er ook. Maar ik heb op een gegeven moment daar naartoe geschreven en belt. Er is een fout gemaakt. Ik was daar niet. Waarom? Omdat ik niet zat te wachten op steunbetuigingen vanuit het hele land. Maar waarom? Omdat wij hier was en jij niet? Ja, dat weet ik niet. Dat voelde want je ik was gewoon... Je stond op de trap. Ja, maar ja, dat vond ik gewoon... Dat vond ik niet gepast. Nee. Nee. Maar waar is dan het moment voor jou dan die grens van ik ben dan geen slachtoffer? Vanaf het moment dat het over geld ging. Ja. Er werd geld uitgekeerd aan slachtoffers. En er binnen een gesprek geweest, niet zozeer in onze ploeg hoor. Hmm. Maar er binnen erg veel gesprekken geweest onderling over, maar ik ben maar procent verbrand als jou. Ja. En ik ben maar slachtoffer als jou. Maar eentje werd of psychisch compleet naar de klote is en nooit meer kan doen wat hij wil doen, is net zo erg misschien als eentje die lichamelijk verbrand is. En dat is net hoe je dat interpreteert. En eentje werd lichamelijk wonden het. Ja, dat valt niet in geld uit te drukken, maar dat gesprek kwam, in die brief kwam in huis. En ik heb toen zat tot hier en niet verder. Daar wil ik niks mee te maken. Want ik, ja, dus ik weet nog goed, ik hier stond ik. Zo. En ja, in mijn ooghoeken ging het daar dus helemaal mis. Grote vlam en ik viel. Ik ben echt zoiets van... Oh. Zo klein mogelijk gemaakt en verder heb ik niks meer gezien. Alleen ik voelde een soort warme deken over me heen komen. En toen had ik wel zoiets van, dat was het. Ja. Eigenlijk hier heb ik al afscheid noemen van, van mezelf. Van dit, dat is best wel, ik merk ook gewoon dat ik liever daar sta dan dat ik hier... Ja, het is ook niet zo raar. Ja, dus ik heb hier zoiets van, daar. Weet je, ja. Op wat voor manier speelt de brand dan haar rol in je leven? Ik kreeg gewoon van het moment dat ik moeder werd, toen kreeg ik moeite met de brand. Ja, moeite, niet dat ik er dan 's nachts, nachten van wakker loog, maar die paniek bij die ouders, dat kan je je pas voorstellen als je zelf kinderen hebt. Ik dat nooit had, totdat ik een kind had en toen dacht ik bij mij. Deze mensen zijn al een leuk kind verloren. Dan ben je in alle staat. Dat verdriet, dat besef je nou pas. Maar we zijn nu 20 jaar verder. Maar als 16-jarig maatje. Maar wij was al kinderen. Hier zaten we alleen nog maar kinderen. Al die pijnlijke herinneringen. Als ik er niet over praat, dan is het er niet. Maar het is er natuurlijk wel, net zoals het hemeltje er ook nog is. Wat ik zeker weet is dat de nieuwjaarsbrand altijd een onderdeel van mijn leven zal zijn. Of ik dat nou wil of niet. Ik heb nu eindelijk mijn vragen durven te stellen. En misschien had ik dat veel eerder moeten doen. En nou zijn we 20 jaar verder. Ja. Ja. Denk je nog vaak aan Peter? Ja. Zijn foto staat in huis en daar loop je natuurlijk ook altijd langs. Ja. Maar het heeft wel een mindere rol gaan spelen dan na al die jaren. Ja, want nu heb je een zoontje van, een jaar of 8? Ja. Ja, Robin. Ja. Wat vertel je die? Dat oma Peter die is in de hemel. En die heeft een tuintje. En dan gingen we dan naartoe en dan gingen we de planten water geven. Bij mijn moeder thuis hangen dan de foto's van... Van mij en mijn vriend en mijn zus en de man en Peter. En dan was het een ukkietje, die til je dan zo op. En dan zei hij, oh kijk, weet je, dat is mama en dat is papa en oom en tante. En dan zei hij, ja, en dat is dan oom Peter. En die kun je niet knuffelen, maar die kun je wel water geven. En dat is dan wel iets, weet je, hoe je dan op een positieve manier het toch kan benoemen. Weet je, zonder dat het bij hem... zwaar of pijnlijk. Peter is nog wel gewoon onderdeel van de familie. Tuurlijk, het is gewoon zijn oom en hij hoort er gewoon bij en dat zal altijd zo blijven.
Dat vind ik nog wel een momentje, ook een mooi momentje, wanneer er straks kinderen komen van leerlingen die in de brand gezeten hebben. Dat vind ik voor mezelf, dan denk ik, nou, de cirkel is rond. Gelukkig. Ik zie straks die vaders en moeders en die hebben kinderen gekregen en dat gaat verder. En dat lijkt me een heel mooi, dat duurt niet meer zo lang. Nee. Dat kan ik nog net meemaken. Ja, dat lijkt me heel mooi. Het is altijd wel eventjes een momentje, bijvoorbeeld als je iets op tv ziet of je ziet iemand lopen. Die ermee te maken hebt, dat het eventjes door je hoofd speelt. Maar wel in de positieve zin dat je denkt, gelukkig die heeft kinderen en iedereen is op zijn pootjes terechtgekomen die nog leeft. Ja. Ik ben ook blij dat je er binnen. Ja.